Daar zien jullie. Ja, ik was even mijn haar aan het doen. Je zult je wel afvragen waarom doet hij dat in een pan. Ik heb er gewoon al olijfolie in gedaan. Dus als je niet meer bakt, kun je het ook gebruiken als een spiegel. Vandaag staat op het menu een lekkere vruchtensalade. Dus ik hoop dat jullie een vruchtbare avond hebben gehad. Ik kan dat even doorzetten naar vandaag. Het hoofdingrediënt is de watermeloen. Verse munt. Gesneden bosuitjes. Een rode peper, zonder pitjes. Mag ook met, als je wat heter wil hebben. Chilipeper. Geitenkaas. Ik heb hier een mengsel van olijfolie en limoensap. Wat pompoenpitjes. En wat zonnebloempitjes. De filmtip voor deze week is de film Tom Jones. Daarin zit een stel tegenover elkaar en zijn niet echt zozeer een gesprek aan het voeren met woorden, maar meer met eten. En ze proberen elkaar te verleiden door eerst heel sensueel kippenbouwtjes af te kluiven. En vervolgens gaan ze over op vruchten. Dus ik heb het een beetje bekeken en ik ga even kijken of ik een beetje van die sensualiteit op jullie over kan brengen. Let op. Zo, daar ben ik weer. Die meloen was dus precies zoals hij hoort te zijn. Lekker sappig, zoet. Ik wilde bijna zeggen krokant, maar dat is hij natuurlijk niet. Wat wel krokant moet worden, zijn de pitjes. Ik heb hier een pan opgezet. Met olijfolie. En daar gaan we dus de pitjes een paar minuutjes op matig vuur bakken. Let wel goed op. Die pitjes hebben iets duivels over zich heen. Want als je ze verwarmt, hebben ze een beetje de neiging om op te springen. Daarom is het heel handig om niet halfnaakt te koken zoals ik dat doe. Als de pitjes in de pan zitten met de olijfolie, moet je nog even een paar dingen aan toevoegen. Een snufje zout. Een peper. En de chilipoeder. Heel lekker, maar pas op, het is pittig. Gelukkig hebben we nog de watermeloen en de dressing en alles wat een beetje wat van die pittigheid weghaalt. Dus het gerecht zit straks echt perfect in balans. We nemen een grote lege kom. Daar doe je de watermeloen in die je net hebt gesneden. Vervolgens voeg je daar de rentuitjes aan toe. Je pakt wat muntblaadjes. En als je de muntblaadjes scheurt, dan komt nog beter dat muntaroma vrij. En hier het mengsel van het sap van één limoen, een flinke scheut olijfolie en peper en zout. Dat gooi je er ook in. Alles goed door elkaar wisselen. Dit heet aanmaken. Als je de meloen en de uitjes hebt aangemaakt, zoals ik net liet zien, leg je die voorzichtig op een bord. Daar doe je een beetje grove stukken geitenkaas overheen. Kun je gerust scheuren, hoef je echt niet te snijden. Ziet er lekker rustiek uit. Nog een paar muntblaadjes. Uiteraard de pitjes die we net gebakken hebben. En tot slot, om het extra pittig te maken, wat rode peper.
Kijk eens, een lekker verfrissend zomergerecht voor een zwoele, warme zomerse namiddag. Als je hier nou heel goed je best op doet, kun je vanavond misschien nog de verboden vruchten ervan plukken. Succes!